zijn vandaag in Mechelen op Gameforce. Dat is een grote gamebeurs. Er valt hier van alles te zien. Straks bijvoorbeeld de finale van onze M&M Sportza eSports Cup. Maar eerst wil ik toch eens weten, ja, wat valt er hier nog voor de rest allemaal te beleven? Wat is dat hier eigenlijk, Gameforce? Het idee achter Gameforce is een evenement organiseren voor gamers die een hele dag eigenlijk kunnen amuseren met de laatste nieuwe games, met oude games, met hardware dat ze kopen, met merchandise, cosplay, e-sport, van alles wat. We zijn de grootste gamebeurs van de Benelux. We bereiken 15.000 mensen die hier aanwezig zijn dit weekend. Maar daarnaast zijn er nog heel veel livestreams, is er nog heel veel content dat wordt gemaakt. Dus er zijn er nog tienduizenden en honderdduizenden fans die ons volgen om te weten te komen wat er eigenlijk allemaal aankomt in de gamewereld. Oké, je hebt ondertussen al gemerkt, gamen en deze beurs is echt heel populair. Dat zie je aan het volk dat hier achter mij staat. Maar wij van Sportza, wij zijn vooral geïnteresseerd in e-sports. Maar ja, wat is dat nu eigenlijk, e-sports? De definitie van e-sports is elke vorm van competitie in videogames. Waar wij vooral proberen eigenlijk de grootste competitie in de Benelux op te zetten voor lokaal talent. Om dan hier eigenlijk ook voor een prijzenpot van 30.000 euro met elkaar eigenlijk de competitie gaan om dan eigenlijk om te kijken wie dat er het beste is in Benelux. Internationaal is dat peanuts, maar dat is hetzelfde natuurlijk in andere sporten. Hè. Als je gaat kijken wat de prijsbod is van de Super Pro League en vergelijkt dat met de Champions League speel, en dat is een beetje hetzelfde parallel. Ik ga nu eens mijn licht gaan opsteken bij iemand die hier net heeft gespeeld bij Den Bram, een jonge gast en een heel goede e-sporter dus. Kan je eens proberen uitleggen wat we hier aan het doen zijn? Een auto met een bal en je moet proberen de goal van de andere tegenstander te scoren. Het is eigenlijk voetbal. Maar dan zonder benen en voeten, maar met een wagentje dat je bestuurt. Ja, klopt. Hoe heet het spel? Rocket League. This is the real deal now, ladies and gents. Gapers can't find it. Oh, this was so good! Semtex coming on in, laying himself up perfectly. Hoeveel keer in de week speel jij Rocket League? Zo goed als elke dag. Ja. En dat is echt trainen dan? Ja, dat is dan mijn team afspreken om dan op bepaalde momenten, op bepaalde dagen te samen online te zijn om dan zo te trainen voor dan de grotere toernooien die eraan komen. Wordt dat dan plotseling serieuzer of hoe zit dat? Dat komt dan na een tijd, beginnen dan wel te denken van ja, ik ben er redelijk goed in en dan begin het zo meestal wel meer en meer te spelen en dan denk je van er liggen misschien wel mogelijkheden om door te groeien en dan zo beetje bij beetje gaat dan verder. Bjorn, snel. Ik ben daar. Is dit voor jou een broodwinning of verdien je er iets aan of kan je ervan leven? Of? Ik verdien er iets aan en ik studeer nog, dus alle beetjes die erbij komen helpen wel. En je droomt natuurlijk wel, zoals elke jonge sporter, van een carrière als prof? Ja, tuurlijk wel. Is dat realistisch in België? Op dit moment nog niet, maar e-sports is wel iets dat de laatste paar jaren serieus gegroeid is. Het verschil tussen Gameforce Masters nu en vorig jaar is al aanzienlijk groot en blijft alleen maar groeien, dus wie weet later. Ooit. Snel. E-sporters zijn topsporters. Beste e-sports liefhebber en beste sportsurfer ook uiteraard. Welkom bij het Moment de Gloire. De M&M en Sportza eSports Cup winnen, dat is weinig gegeven. Dat is nog niemand gegeven zelf. Het is de allereerste editie. En er staat wel wat op het spel. We kijken naar Ronaldo met de eerste actie voor Juve. Hier is Dybala en meteen de goal voor Abdullah. Ja, het is een beetje de onbekende uitdager. Er is gewoon op dit moment een nood aan een basis, aan competities, aan structuren, waardoor dat ze zich meer kunnen gaan tonen. En als die komen, dan ben ik echt wel van overtuigd dat e-sports een enorme groei kan hebben in België. En dat we, en ik zeg niet dat we morgen met een lokale competitie het Koning Boudewijn Stadion gaan vullen, maar u weet misschien al wel eens op kortere termijn een Lotto Arena of iets dergelijks. Fabinho, Salah. En hier, Salah gaat dit afmaken en dan de goal van Mané. Oh, wat een drama. Helemaal op het einde. Sadio Mané. En 3-2 voor Liverpool. Het is afgelopen.
We hebben een winnaar. Mag ik een daverend applaus voor Zakaria Bentato? U ziet het, u merkt het. Het mag dan wel een ver van uw bedshow zijn. E-sports en gamen groeit en wordt alleen maar groter. Dat is de trend voor de komende jaren. En laat ons eerlijk zijn, het is eigenlijk ook gewoon heel leuk. Ik ga nog een beetje verder spelen. Ik weet niet waar de camera is. Maar veel plezier. Merci voor het kijken. Tot de volgende keer.